dames en heren, Martin en Ninette, want daar gaat het vandaag om. Allereerst dank voor de uitnodiging om hier vandaag aanwezig te mogen zijn. Goed om vast te stellen dat we na al die jaren nog steeds elkaar weten te vinden. Ik heb het genoegen gehad om gedurende heel veel jaren op alle fronten en terreinen in contact met jou en met jullie te zijn geweest. Het ging altijd over zakelijke punten. Maar dat mocht niet als een belangrijk punt op de agenda. Het liefst ging je daaraan ook voorbij. Het moest wel eens gebeuren, maar als het aan jou lag, dan deden anderen dat. Je wilde praten over sport, over het belang van sport, mogelijkheid bieden voor de jeugd, voor ouderen. Kortom, voor iedereen die wilde sporten, was jij met jouw accommodatie beschikbaar. Het was dan ook geen verrassing en ook volstrekt begrijpelijk dat Martin niet kon instemmen om de sportfunctie aan de Braken te onttrekken. In gesprekken die wij daarover hadden, was heel snel duidelijk dat zijn sporthart zich tot het uiterste zou verzetten tot onttrekking van deze functie aan zijn hal. Hij kon begrip opbrengen voor de zakelijke kant, maar zeker geen waardering en ook zeker geen instemming. Ook die klus hebben we geklaard en wellicht is dat het beste afscheid wat we Martin vandaag kunnen geven of al gegeven hebben. Over dit punt hebben we overigens ook met de verenigingen het afgelopen jaar vele argumenten en berekeningen uitgewisseld. Ik wil er nu niet veel meer over zeggen, maar ik wil toch graag nog eens zeggen dat ook wij bijzonder gelukkig waren met de uitkomst die uiteindelijk bereikt is. Het was een moeilijke, moeizame procedure die we in huis erg zorgvuldig hebben proberen te sturen om het gewenste resultaat te bereiken voor de bokserse sportwereld. Ik kan u verzekeren dat de uitkomst ook door het gemeentebestuur met grote instemming is ontvangen en waarbij de financiën, geheel in de stijl van Martin, geen voorrang hebben gekregen. Zo zie je, Martin, dat we niet alleen naar jou geluisterd hebben, maar in jouw stijl en trant hebben gehandeld voor de Braken en de sport. En daarbij de financiën, het verlies dus, voor het lief hebben genomen. Martin, alle lof die we jou nu toezwaaien heb je verdiend. Maar ook alleen maar kunnen en mogen verdienen, omdat jouw Ninette je altijd steunde en altijd achter je stond. Zonder die onvoorwaardelijke steun zou dit werk door jou niet gedaan zijn. Vanavond gaan we een periode afsluiten en kunnen we terugzien op een periode waarin Martin, gesteund door Ninette, een prominente rol heeft gespeeld in de bokserse sportwereld. Voor het gemeentebestuur meer dan voldoende aanleiding om daarover te spreken in het college. Het college stelde daarbij vast, en nu ga ik citeren, Martin Pennings heeft zich gedurende vele jaren op uitzonderlijke wijze ingezet voor de bokserse sportleven. Zijn sporthal De Braken heeft hij gedurende meer dan 25 jaar beschikbaar gesteld om de bokserse sporters de gelegenheid te bieden om te kunnen sporten. Het sportieve belang was leidend en Martin was altijd bereid en beschikbaar om sporters met raad en daad bij te staan en te ondersteunen. Sporters deden nooit tevergeefs een beroep op hem. Martin is een boegbeeld voor sportend bokstel. Tot zover het citaat. Het mag volstrekt duidelijk zijn dat in dergelijke staat van dienst veel respect en waardering verdient. Het college heeft dan ook van harte besloten om de sport- en cultuurpenning van de gemeente Bokstel aan Martin Pennings toe te kennen vanwege de eerder genoemde uitzonderlijke verdiensten voor sportend Bokstel. Martin, voor mij een grote eer om deze penning aan jou te mogen uitreiken en ik voeg daaraan nog graag toe dat ik ook persoonlijk met veel genoegen terug zal blijven denken aan onze hartelijke vriendschappelijke samenwerking. Voor Ninette ook de bloemen voor de wijze waarop zij het Martin mogelijk heeft gemaakt deze onderscheiding ten volle te verdienen. We zullen jullie zeker nog eens zien en blijven ontmoeten in deze hal. Aan jullie kennis en ervaring zullen we ook in de toekomst nog goed kunnen gebruiken en ook graag willen benutten. Alle goeds en nogmaals onze dank namens het gemeentebestuur en ik ga jou graag de onderscheiding overhandigen en opspelden. Daarmee kun je op Koninginnedag aankomen op het gemeentehuis, hè? Verdomme. Ja, dat is een
Moet er wel een pak aan? Of, Er moet een pak aan, maar als je dat niet hebt, dan ik heb hem wel niet te liggen. Het is wel niet de goede maat, denk ik. Maar eens even kijken. Tony had gezegd, ik moest het aan de linkse kant doen. Hè? Dus ik moet het aan deze kant. Ik heb hem staan. Eens even kijken. En moet even goed kijken, want de pers die wil jou natuurlijk helemaal op de foto hebben. Nou. Het is een hele dikke stof, is niet? We gaan het proberen om het er in ieder geval goed in te doen. Ik zie het, ik zie het. We gaan deze knop, die hoort erop. Absoluut. Eens even kijken of we dat goed doen. Hè? Die hoort er zo. Ik zal nu even de penning erbij halen aan de oorkonde, aan de bloemen voor Ninette. Als het goed is, heeft David allemaal voor mij geregeld. Ja? Dankjewel. Dit is de penning die erbij hoort. Zo. Er zit een standaardje bij, daar moet je nog wel een beetje keurig vouwen, maar er staat bij hoe je dat moet doen. Misschien Ninette beter dan jij dat doet, dat komt er zeker goed uit. Maar deze is de penning die erbij hoort bij deze onderscheiding. Die geef ik ook graag aan jou met de oorkonde. En op de oorkonde staat. Op de oorkonde staat de tekst. Op de oorkonde staat de tekst die ik zo net genoemd heb, de nadere overwegingen van het college. Die staan hierop vermeld. Oké. Die is voor jou. Hey, hartstikke wel. Ik had het gisteren maar kunnen geven toen ik ons was, maar ik dacht beter vandaag. Weet je, bedankt hè. Ja, joh.